Als de Australische man die werd gebeten door een krokodil, maar die kon ontsnappen omdat hij terugbeet, happen we de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond daaronder? Voor Peter en René het blauw-gele wonder. Dat is de OV-fiets. Ja. Precies. Daar ging het artikel over. Wat ik echt heel. Ik vind dat ook, daar zijn wij te weinig trots op. Maar dat is natuurlijk gewoon een geweldig iets wat we hebben. Wat je eigenlijk nergens anders ter wereld volgens mij ziet. Hoe goed dat geregeld is. Ja, ik ben natuurlijk ook fietser des vaderlands. Dus ik ben hier ook heel enthousiast. Het verbaast me eigenlijk dat ze nog bussen inzetten. Zeg gewoon, we zetten OV-fiets in. Als de trein niet rijdt. Hier. Sowieso beter. Ja, fiets. Ah, je zegt dit tegen twee mensen die in Antwerpen wonen, waar om de 100 meter een station met allemaal fietsen staat. Ja, maar mag ik heel even iets zeggen over fietsen in Antwerpen? Ja. Die klinkers, als ik ergens aankom. Ja, maar als ik ergens aankom, ben ik twee keer klaargekomen. Dat slaat helemaal nergens op. En dan ben ik op mijn afspraak en dan wil ik naar bed. Ik wil weer terug. Maar je ziet ook daarom heel vaak. Geld dat ik bij mij achterop. Ja, maar daar. Ja. Maar je ziet ook heel vaak vrouwen die huren dan zo'n fiets. Ja? Maar dat is gewoon sekstoerisme. Serieus. Niet normaal. We gaan terug naar de OV-fiets in Nederland. Wat is het? Ja, nee, dus dat artikel ging over de ontstaansgeschiedenis en zo. En dat het gewoon heel knap is wat we hebben. Er was op een gegeven moment weer sprake bij een kabinet dat het commercieel zou worden uitbesteed. Ja. Dan weet je hoe kut het dan was geworden. En het is gewoon, ja, het werkt gewoon. Maar even zonder ironie, wat is er zo knap aan? Dat die dingen terug worden gebracht. Gewoon het hele systeem wat we hebben. Van hoe makkelijk het gaat dat je het meeneemt. De hoeveelheid, op elk station heb je er een paar. Sommige, dat je gewoon in kluis. Ja, maar dit is in iedere stad in Europa, heb je zo'n fietsenklant. In andere landen is het ook vaak in de hoofdsteden, de grotere steden. Maar wij hebben het gewoon door het hele land. Hè. Wij? Ik hoor er ook bij, Adam. We waren bij het blauw-gele wonder. Ja. Inmiddels is iedereen gek op de OV-fiets, maar het had niet veel gescheeld of het blauw-gele mirakel was er nooit gekomen door weerstand en problemen met de financiering. Inmiddels staan er 22.000 fietsen klaar voor gebruik, waar jaarlijks 6 miljoen ritten op worden gemaakt. Daar ging het artikel over. Wel grappig, de fiets van de NS heeft geen versnelling, maar zoals alles van de NS wel vertraging. De OV-fiets is Nederlands nieuwste trots en dat mag de rest van de wereld weten ook. OV-fiets. OV-fiets. Ah, ik wil een OV-fiets. Ja, OV-fiets. Ik wil een OV-fiets. Pak een OV-fiets. Ja. Ja. Voor Jan-Jaap en Marlou, opa vult de vakken en kassa's verdwijnen. Het zou heel lang gaan duren als mijn opa vakken moet vullen. Ja? Ja. Maar jij belt. Ja, heel veel. Met je opa. Ja, hij videobelt mij heel vaak. Ah. En dan zie ik eerst heel lang het plafond. En dan moet ik dan zo'n plukje haar. Ik ben hier nu voor de tweede keer. En de vorige keer had mijn opa gekeken. En toen belde die. En toen zei ik, wat vond je ervan? Ik vond helemaal niks. Dus echt niks voor jou, zei hij. Dus ik heb nu gezegd dat ik er nog een keer was. En nu weet helemaal niks. Je twee keer klaar komt op een fiets. Ja. 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 Hoi opa. En dat hij nu belt. En dat hij nu belt. Nou, heel leuk. Dit is helemaal wat voor jou. Dit is helemaal mijn ding. Ben ik de enige van ons die achter de kassa heeft gezeten in de supermarkt? Was jij kassa-medewerker? Ja, ja, ik vond dat heel leuk ook altijd. Ik deed altijd daderprofilering deed ik dan. Dus dan ging ik op basis van wat mensen kochten, ging ik in mijn hoofd bedenken wat voor mensen dat waren. Dus dan had ik zo'n vrouw zo eind 30, zo luiers, olvarit, krakotjes, fles wijn. Ah, slechte moeder, weet je. Gewoon meteen zo. Vond ik heel leuk om dat te doen. Maar later besefte ik, dat werkt natuurlijk ook gewoon twee kanten op. Want ik sta nu heel vaak aan de kassa dat ik denk, wie denkt zij dat ik ben op basis van wat ik nu koop? Ik koop je expres andere dingen. De hoeveelheid Zonnatura shit die ik koop om aan mijn imago te werken, het is krankzinnig. Geweldig, ja. Mooi. Maar er zijn ook kletskassa's. Wist je dat? Ja. Ja, ja, er zijn kletskassa's. Ja. Er zijn kassa's waar mensen cashier of kassier zijn. En daar kun je dan mee kletsen. Ja, daar zit mijn moeder. Mijn moeder zit bij de Albert Heijn in Schipluiden achter de enige kletskassa. Die wordt niet gebruikt.
even serieus, staat daar boven, dat heb ik nog nooit gezien, staat er dan kletskassa? Ja. Oude hoer, wat staat er boven, zoiets? Maar dan kun je kletsen. En opa's worden dus ook, dat is toch een personeelstekort. Dus die vullen, dat is toch ook raar, dat je op een gegeven moment op een leeftijd bent en dan sta je met producten waarbij de houdbaarheid langer is dan de van jezelf. dat is toch zo? Die zijn er wel, dingen die ja, gewoon tuurlijk, 30 die, die jaar goed zijn. Jaar. Denkt, nou, mag ik nog even één kleine... Eén kleine dingetje, we lopen uit. Ik heb in de supermarkt gewerkt, René, jij ook. Je hebt inderdaad houdbaarheidsdatum, staan op de pakken. Maar soms staat er ook op de pakjes wanneer het gemaakt is. Dus er staat er een datum bij wanneer het gefabriceerd is. Echt? En daar staat ook vaak een tijd bij. Er staat echt 14 uur zoveel, 13 uur zoveel. En daar moet je dus ook letten. Hè? Dus als je een ketchupfles pakt... En er staat ook, hij is dan en dan gemaakt, 9 uur 's ochtends. Dat is een goede fles. Weet je wel, de beginnende mensen. Hebben ze er zin in? Weet je wel, yes! Ik werk in een fabriek. Oké, dan gaan we weer. Kaat, kaat, kaat. Het zijn goede flessen. Ja, maar als het staat 5 uur, 17 uur, 27, niet doen. Zijn mensen er klaar mee? Die pissen erin. Worden half gevuld. Dat zijn geen goede flessen. Dat is een pro-tip. Zou er niet überhaupt een vaste plek op de flessen moeten komen waar die houdbaarheidsdatum staat? Ik ben soms zo lang bezig met zoeken dat het daarna al over tijd is. Dat is niet normaal. Jezus, Peter, jij bent een soort mongooltje geworden. Wat is er gebeurd met jou, man? Dit is echt, dat, ja, ik ben mijn vriend. Ik ben toch niet toch de enige die dat toch altijd op elk ding zit. Soms zit hij onderop, bovenop, op de dop. Ik denk dat veel mensen zeggen, inderdaad, er moet een vaste plek komen. Ik kijk er nooit meer naar. Gewoon als je dood neervalt, was het over tijd. Zelfde als je trui. Waar waren we? Opa vult de vakken en kassa's verdwijnen. Supermarkten komen duizenden vakkenvullers tekort en daarom laten ze massaal tieners overwerken en zetten ze 13- en 14-jarigen in op doordeweekse dagen, terwijl dat niet mag. Er zijn wel een paar onorthodoxe oplossingen voorhanden. Zo werven supermarkten steeds vaker bejaarden en zetten ze steeds meer robots en zelfscankassa's in. Ik was vorige week heel erg in de war in de Jumbo. Ik zag eerst een jongen van 13 vakken vullen. En toen ik even later in datzelfde pad terugkwam, stond daar een vakkenvuller van 80. Ik was toch even bang dat ik onbewust al 67 jaar aan het winkelen was. Hoe is het met de punten? Chirurgen hebben de eerste succesvolle oogtransplantatie uitgevoerd. Ook al kan de patiënt niks zien. Maar er kan er van alles gebeuren, net als bij de punten. Het is 10 tegen 9. Hé, hey, poepzakjes, je denkt natuurlijk, kut, de video is voorbij. Wat moet ik nu doen met mijn leven? Boeken lezen, Tolstoj, Goethe, Hannah Arendt? Of word ik lid, like en abonneer op ons kanaal? Minder moeite, zelfde effect.